Mevrouw? Ja, Michels. Wat is het mooi weer, hè? Het weer. Wat is er mee? Het is mooi. Wat is er mee? Hoe bedoel je? Moet ik een schoonmaakbedrijf bellen om alle ramen te lappen? Moet ik een openluchtconcert organiseren? Moet ik iets planten? Nee, je hoeft helemaal niets te doen. Je hoeft er alleen maar van te genieten. Oh, en wilt u dat ik dat in mijn eentje doe? Of moet ik alle gevangenen verzamelen op de binnenplaats? Nee, Michels. Ik wil dat jij vrolijk bent, net als ik. Ik ben vrolijk. Oh, u bent vrolijk? Ja. Mag ik misschien vragen waarom? Wacht even, dat weet ik nu niet meer. Dan wist ik het nog. Oh ja, ik weet het. Mijn tante is dood. Ja, daar zou ik ook heel vrolijk van worden, mevrouw. Fantastisch, Michels. Ik weet het, mevrouw. U kent mijn tante niet. Maar ik heb van haar de hele inboedel. Terwijl ik dat mens in geen jaren heb gezien. En het is een hele vrachtwagen vol. En ik heb alles even laten opslaan in de loods. En ik ga er even naar kijken. Met Ernst Rochelle. Ja, met Rochel. Rochelle! Ja, er zit een heleboel antiek tussen en daar heeft hij verstand van. Mevrouw, u kunt toch niet met een gevangene naar de loods? Ach, waarom niet? Het is toch binnen de hekken? Ja, dat zeggen alle leeuwentemmers ook en die worden regelmatig opgevreten. En dat kan me niet schelen, Michels, want ik heb er zin in. Ja, omdat het met die Rochel is. Rochelle! En zal ik jou dan eens één tip geven? Ja. Als je als medewerker van een penitentiaire inrichting de gelegenheid hebt om een gevangene aan te spreken op dat waar die goed in is, dan moet je dat doen, want dat brengt je een stapje bij elkaar. Dan mag u wel oppassen, mevrouw. Hij loopt zo over u heen. Daar zou ik dus een dodelijk antwoord op kunnen geven. Ja? Maar dat doe ik niet. Ik blijf vrolijk. Dan wens ik u veel plezier met het inventariseren van de buit. Het is een erfenis. Ik ben toch geen piraat met een lapje voor mijn oog? Wat ik ga doen, is namelijk een onderdeel van een rouwproces. En ook heel essentieel. Ernst, die gaat kijken wat het allemaal waard is. En dan weet ik voortaan hoe bedroefd ik moet zijn als ik denk aan mijn lieve oude tantetje. Nou, mevrouw, ik hoop in ieder geval dat er geen oud plaatje van Toon Hermans tussen zit. Hoezo? Als u nog vrolijker wordt, word ik gek! Wat zit die man fout? Hé, hey, Ernst. Wat ga jij doen? Ik ga op jacht. Er loopt hier op dit eiland een prachtige hinde rond en die ga ik schieten. Nou, ben je niet bang dat je die wegjaagt met die aftershave? Dit is voor de directrice. Ga je mee op jacht? We gaan samen naar een opslagloods. Dan zijn we de hele middag alleen. En dan kan er van alles gebeuren. Ja, natuurlijk. Maar één ding, mondje dicht. Dit is een geheim tussen jou en mij. Ja, oké. Als je me wel voorzichtig doet. Wat bedoel je? Nou, officieel is het jachtseizoen nog niet geholpen. Je kunt gaan. Wij redden het wel. Kom ons over een uurtje maar halen, als je dan tenminste nog wakker bent. Jij slaapt toch altijd overal? Dat is niet waar. Holst, jij valt al in slaap als je naar de arbeidsvitamine luistert. Nou, wat doe je nou? Ga weg! Michels heeft gezegd dat ik u niet alleen mag laten. Ach, beste man, ik ben helemaal niet alleen. De heer Rochelle is bij me. Maar dat is toch een gevangene? Zal ik jou eens één tip geven, Holst? Jij bent dus opgegroeid in de jaren 60. Nou, laat dat dan zien. En dan bedoel ik niet dat je met lang haar op sandalen door de bloemetjes moet gaan rennen. Maar dat je wat meer vertrouwen moet hebben in de medemens.
Dat lukt me niet meer sinds ik hier werk. Waarom niet? Er is hier geen hash. Ja. Nou, Ernst? Dit is het. Wat is het waard? Wacht even. We hebben het nog niet gehad over mijn honorarium. Honorarium? Ja, ik kan toch mijn expertise niet zomaar gratis ter beschikking stellen. Zelfs bij dat televisieprogramma niet. Hoe heet het? Tussen kunst en kitsch. Als je die belt, dan krijg je een van de chagrijnige AVRO-secretaresse die niet het verschil weet tussen een Picasso en een Anton Pieck. Maar je doet het toch voor mij? Dat vind ik bijvoorbeeld een heel mooi honorarium. Wat? Ja. Nou ja, kijk nou eerst wat het waard is en daarna zien we wel wat er overblijft. Een paar pindabakjes of zo. Doe je er ook wat te knabbelen bij? Waar woonde die tante eigenlijk? Huh? In het sloppenwijken van Mexico City. Hoezo? Ik heb nog nooit zo'n verzameling oude troepel gehad. Oh, dit is een heel leuk stoeltje. Ja, maar op dit moment is er niet zo'n vraag naar tweedehands Oosterwijk. Kijk, deze kast. Oh, dat is echt Frans. Ja, uit een of andere periode. Louis XV, maar wel 200 jaar later gemaakt. Ja, maar er is hier toch wel iets van waarde. Hier, zout en peperstel. Een taartschep. Een vleesvork. Wacht. Wat? Dat fotolijstje. Oh, wat is dat waard? Wat is het waard? Het lijstje niks. Maar die foto van die tante van jou heeft vast en zeker een zeer grote emotionele waarde. Ach, wel nee! Dat zegt mij helemaal niks! En trouwens, ik wil die gierige oude taart hier niet meer. Ach, een 78 toerenplaat van Caruso. Zeker ook geen vraag meer naar hem. Zo niet. Wat is dat? Wat? Die tafel. Oh, dat is de oude tafel van meneer Hoepen. Die heeft hij afgedankt omdat hij altijd zijn knieën er tegenaan stoot. Ja. Hoepen is erg gevoelig voor ongelukjes. Hoe, hier, zijn nieuwe werkblad. Is ook al twee keer op zijn tenen geklapt. Volgens mij is het de kloostertafel. Oh. Heb je ergens wat schuurpapier? Ja, even kijken. Schuurpapier, hier, achter je. Zo, zeg, die kloostertafels, hè, zijn die veel geld waard? In goede staat wel een mil of 10. Uh-huh. Hangt er natuurlijk vanaf. Niet zeuren, schuren. Dit is al 5 lagen verven. Ja. Hoeven die weet nooit wat hij wil, hè. Misschien moet ik het logen. Logen? Oh, ja, dat heb ik. In de kelder, dat is voor de keuken. Ja, daar werken we iedere maand de bacteriën mee weg. Dat is dan niet gelukt. Want de vorige keer dat ik hier was, was er nog een hele dikke met een grote baard. Weet je wat we doen? We brengen deze tafel naar onze kelder en dan bijten we hem af. Maar dan moeten we niet wachten op Holst. Dan kan hij helpen tillen. Daar hebben we toch helemaal niets aan, die man. Die heeft geen ruggengraat. Zo. Jij voor, ik achter. Ja. Zo. Ja. Dat ja. Meneer Michels, meneer Michels, de directrice is er niet. Dan moet je niet bij mij zijn, Holst, want ik ben er ook niet. Ik heb deze week 7 nachtdiensten gedraaid, dus ik ben de komende 3 dagen volkomen vrij om te doen wat ik wil. En dat is waarschijnlijk niks. Ja, maar... Niks, ja, maar ga maar naar Ten Brugge kaarten. Ik moet nu weg. Mijn vrouw zit thuis te wachten met een blinde vink. Ja, maar ik wilde net de directrice ophalen. Zo net, Holst. Dat was 2 uur geleden. Ja, maar toen ik het weg had gebracht, begon het ineens zo te hozen. En toen ben ik even gaan schuilen in de boerderij. Op een baal hooi. Weet u dat nog een stuk zachter zit dan je zou verwachten? Je bent in slaap gevallen, Holst. Tuurlijk. Een uurtje maar. Maar toen ik in de loods kwam, was ze weg. En er waren duidelijk sporen van een worstel. Oh ja? Ja, er was gevochten. Duidelijk gevochten. En volgens mij is ze overmeesterd, ontvoerd en Ik bedoel, wie weet wat nog meer. Stel je nou niet aan, man. Ze is natuurlijk gewoon zelf teruggegaan, terwijl jij lag te ronken. Nee,
Ze is niet op haar kamer en niemand heeft haar gezien. Dus vast iets vreselijks gebeurd. We moeten gaan dreggen. Dreggen? En waar wou je dat doen? In de sloot. In de sloot? Man, daar staat 20 centimeter water. Daar hoef je niet te dreggen, daar hoef je alleen maar langs te lopen. Nou, misschien moeten we dat dan doen. Als je het niet erg vindt, ga ik nu even hier kijken of ik de directrice ergens kan vinden, hè? Jij belt de pont en zegt ze dat ze een kwartier op me wachten. Want als ik te laat thuis kom, dan is mijn vink steenkoud en mevrouw wit heet. Iemand bezwaar tegen dat ik de tv uitzet? Maakt mij niet uit. Ik wil hem ook wel aanlaten. Maakt me ook niet uit. Dan doe ik hem uit. Wat gaan we dan doen? Ja, omdat ik de tv uitzet, hoef ik toch ook niet te zeggen wat we gaan doen? Nee hoor, maakt me echt niet uit. Weet iemand waar Ernst is? Nee, ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Hij is ook niet op zijn cel geweest. De autokampioen is gekomen en het wikkeltje zat er nog om. Oh, dat wist ik niet. Wat? Nou, dat hij eerst het wikkeltje eraf had voor hij hem weggooit. Kom op, we gaan een spelletje doen. Wat wil je? Toepen of harde jagen? Maakt mij niet uit. Godsamme man, zeg eens één keer wat je wil. Hoe bedoel je? Nou, jij zegt nooit wat je wil. Jij zegt altijd, maakt mij niet uit. En dan mag ik zeggen wat we gaan doen. Nee hoor, maakt mij niet uit. Nou, mij wel. Want anders doen we altijd wat ik wil. En dan zeg jij achteraf dat het tegenviel. Ik doe het niet meer. Zeg jij maar wat we gaan doen. Oké. Zullen we dan gewoon weer de tv aanzetten? Maakt mij niet uit. Even de aandacht. Heeft een van jullie Ernst Rochel gezien? Of de directrice? Of allebei samen? Al dan niet? Nee, we hebben niks gezien. Jawel, ik heb hem net nog gezien met de handdoek. Hij was op weg naar de douche. Hey, ik net zei je dat je hem niet gezien had. Nee, maar hij had die handdoek over zijn hoofd. Dus feitelijk heb ik hem niet gezien. Waarom had hij... Ik was wel. Waarom had hij dan een handdoek over zijn hoofd als hij nog moest douchen? Hij wou waarschijnlijk niet laten zien dat hij nog krulspel. Juist, ik was. Ik zag hem naar de keuken lopen met een heel hongerige blik. Volgens mij zit hij op zolder. Hoezo? Dat moet hij hem vragen, want hij zit op zolder. Jullie houden iets verborgen voor me. En daar zullen jullie spijt van krijgen. Als Rochel niet opduikt, begin ik een grondig onderzoek. En ik kan jullie verzekeren, daarbij vergeleken is de Spaanse Inquisitie het vragenuurtje van de EO Kinderkrant. Meneer Michels, denkt u dat God bestaat? Dat weet ik niet, maar daar kom ik dan ook wel achter. Dat vind ik nou een leuk spelletje. Wat? Bewaak het je pesten. Volgens mij is ze gewoon in Delfzijl. Honderd, wat wij al niet gezocht hebben daar. Alsjeblieft, de bruggen komen overal. Stilte! We weten niet waar ze zijn. Maar volgens mij zijn ze gewoon ordinair met elkaar vandoor. Dat kan toch niet? Natuurlijk wel, Tenbruggekaten. De vorige directrice is er toch ook vandoor gegaan met een homofiele te modderbad? Ja, 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 dat krijg je, hè, als je een vrouw aan het hoofd zet van een mannenmaatschappij. Hoe komt u daar nou bij? Juffrouw Hoekamp, het is toch overduidelijk dat die Rochel vanaf het eerste moment dat hij hier kwam niets anders heeft geprobeerd dan zich met hand en tand bij haar in de gunst te dringen. Daar zou de directrice nooit op ingaan. Juffrouw Hoekamp, heeft de directrice wel eens iets over hem gezegd? Over die Rochel, van hoe ze hem vindt, of dat ze van hem droomt, of zo? Nee, ze droomt alleen maar van u. O ja? Wat droomt ze dan? Nou, ik ken dat wel, dat je achterna wordt gezeten in de metro. Ja, als je kijkt naar de Brugge, dat hele gedoe van samen naar antiek kijken, dat is natuurlijk een rookgordijn. Ik dacht vanmorgen al, die is veel te vrolijk om een paar oude stoelen. Zo. Wat moet ze hier met antiek? Er staan hier alleen designmeubelen. Antiek is vandaag de dag heel erg modern. Hoe weet jij dat nou? Nou, dat zei Jean de Bouvry. De, wie? Jean de Bouvry. Volgens mij is het gewoon Jan. Wie heeft dit dan gezegd? Op tv? Op welk programma? Ja, dat weet ik niet meer. Die man is zo vaak op tv. Die zit overal in. Behalve steeds op straat, maar dat komt nog wel. Ja, maar wat zei die dan? Nou, dat een Jean de Bouvry en een Louis XVI heel goed samengaan. Ja, het is allebei Frans. En het zit allebei van geen kanten. Wat heeft dit met de directrice te maken? U heeft gezegd dat de directrice te hard moest lachen om een paar oude stoelen. En toen zei juffrouw Hoenkamp dat Jean de Bouvry had gezegd dat antiek en modern heel goed samengaat. Ter Brugge, gaat daar alsjeblieft op! De directrice is weg en wij moeten actie ondernemen. Weet je, op dit soort momenten moet ik altijd denken aan wat Roel van Duin altijd zei als er iets misging. Nou, nou, wat was dat dan? Daar kan ik al 15 jaar niet meer opkomen. Help! Help! Ernst, help me nou toch! Dat doe ik toch? Ik sta de tafel te lopen. Doe ik echt niet van mezelf. Help! Hou nou toch op. Dit is de buitenmuur, niemand hoort je. Ja, maar er kan toch wel iemand langskomen? Ja, verdwaalde vaklopen op weg naar Ameland. Nou, als hij daar dan aankomt, dan kan hij de telefoon pakken en dan kan hij meteen de politie.
politie bellen. Als iemand je al hoort, dan denken ze dat je gevangene bent. Ach, wel nee, ik heb een hele hoge stem. Als krukas, als die weer de dubbel gevouwen door de beuker. Ja, oh god, ik moet toch iets verzinnen om hier uit te komen. Probeer het raampje uit te klimmen. Nee, dat kan niet. Nee, want dan moet ik 30 kilo afvallen. Blijft er 20 kilo over. En dan ben ik zo verzwakt dat ik na 10 meter lopen al overlijd. Kom nou eens rustig zitten. Kom nou eens rustig zitten. Geef me hand. Kom nou eens rustig zitten. Morgen komt er vast wel iemand langs voor een heggenschaar of een of andere boer. En dan vindt hij ons. Nee, want de tuinman die komt pas op dinsdag. Dan komt er wel iemand anders. Ja, nou jij hebt makkelijk praten, hè. Voor jou maakt het helemaal niets uit waar je zit. Of je nou hier zit of in je cel. En je hebt hier veel meer ruimte. Ik heb jou. Nee, ach. Ik heb je toch helemaal niet, hè? Sophia, we zitten in één afgesloten ruimte. Ja. We zijn helemaal alleen, jij en ik. Ja. Jij hebt het koud. Je kleren zijn nat. Ja. Kom bij. Dan zal ik je verwarmen. Ja, ik weet wat jij wil. Nou, dat duurt maar 3 minuten. En dan draai jij je om. En dan heb ik het nog wat zo koud. Oké. Oh. Nou, wat is er? Oh. Je had gelijk. Het is een echte kloostertafel. Ja? Maar het is niks waard, want er zit allemaal houtwormen in. Weet je dat zeker? Al die kleine gaatjes. Ja, al die kleine gaatjes. Maar is dat niet van een monnik? Hè? Die heeft daarin zitten prikken met een broodjespen. Nee, dan zouden die gaatjes zwart zijn. Oh, ja. Nou, weet je wat? Wij kunnen al die gaatjes bewerken met een injectiespuit. En als die wormen dan naar buiten komen, dan lakken we al die gaatjes heel vlug dicht. Begonnen werk. Nou, waar heb je het nou toch over? Hè? Als je nu begint, dan help ik morgen. Ik doe het wel in een zak. Dan kan je het verkopen als kattenbakvulling. Oh. Links, rechts, links, rechts, links. Links, links. Zit het op? Daar kan er geen andere lamp in. Deze doet pijn aan mijn ogen. Nee, Tol, deze lamp blijft branden tot jij ons verteld hebt alles wat je weet. Oh, dat is niet zoveel, hoor. Naam. Van mij? Ja, je naam. Alsjeblieft, de bruggenkaarten, dat weten we toch allemaal? Ja, maar anders is het geen officieel verhoor. Mond dicht, ik neem het over. Tol, probeer me niet om de tuin te leiden. Ik heb zwaardere jongens gekraakt. Zwaarder dan jij. Je bent niet onbreekbaar. Nee, vertel mij wat. Ik vertel jou niks, jij vertelt het ons. Nou, het is gebeurd om mijn schoonzuster verhuisd naar Almerehaven. Wat is er gebeurd? Nou, die had een glazen tafel en die moest op zijn kant naar binnen. Maar toen stapte ik in de vissenkom en toen kleed ik uit. En toen viel die tafel tegen mijn been en toen was die gebroken. Hou op, ik ben niet geïnteresseerd in een verhaal over een glazen tafel die breekt. Nee, het was niet de glazen tafel, het was mijn been. Dus je ziet het, ik ben niet onbreekbaar. Tol, probeer je er niet uit te draaien. Ik wil nu weten waar Ernst Rochel is. Oh, dat mag ik niet zeggen, dat is een geheim. We weten dat hij er vandoor is met de directrice. Nou ja, ze gingen samen iets doen. Waar? Buiten de gevangenis. Ah, zie je wel. Ja, het was iets met een hinde. Hinde? Wat voor soort hinde? Nou, gewoon een hinde. Heb je dat wel goed verstaan, Peer? Was het niet hindenlopen? Ze zijn een hindenlopen. Nou, dat weet ik niet, hoor. Het was op een jacht. Ze zijn op een jacht naar hindenlopen. Nee, een jacht met een geweer. Ze zijn op een jacht naar hindenlopen met een geweer te bruggenkaarten. Ze zijn bewapend. Rustig, nou, meneer Michels. Ik heb de kustwacht gebeld. De laatste 12 uur hebben ze het eiland niet verlaten. Nog per veerpot, nog per vissersboot. Dus ze moeten nog hier zijn. En daar blijven ze. We pakken nu de jeep en we zoeken het hele eiland af. En we vinden ze. Want voor dit soort akkefietjes heb ik een neus. Nou, dan vindt hij ze wel, hoor. Want met de nieuwe aftershave stinkt ergens een uur in de wind. Neem ook een schepje. Nee, dank je. Waarom niet? Daar ben je warm van. Ik kan er niet zo goed tegen. Alles wat je nodig hebt zit erin. Onzin. Zit alleen maar alcohol in. Nou,
als je daar 3 schepjes van op hebt, heb je verder niks meer nodig. Ja, maar als ik 2 van deze schepjes op heb, dan lig ik al plat op mijn rug. Met jou er bovenop. Lekker. En nou doe je je sok uit. Nee, ik doe helemaal niets uit. Alleen je sokken, dan zal ik je voeten warm wrijven. Goed dan. Maar geen uitstapjes naar de kuit. Wat een kleine voetjes. Ja, daar neem ik hele grote stappen mee. Ben je zo ambitieus? Ja, ik ben een topmanager. En dat zal ik bewijzen ook. Ik ga in de toekomst hier van deze gevangenis een bloeiend bedrijf maken. En als ik het goed aanpak, dan kan ik hier zelfs geld verdienen. Misschien kun je iets doen met shirtreclame. Zo'n onzin, dat ziet toch niemand? Dan laat je een paar mensen ontsnappen. Dan komt het meteen op het journaal. Nee, serieus, Ernst. Nee, Ernst, serieus. Ik heb het gevoel dat we hier een bloeiend bedrijf van kunnen maken. Dat heb ik ook. Hoe bedoel je? Ik heb hier ook een doel. Wat dan? Dat zeg ik niet, want dan lukt het me nooit. Ja, ben je toch af en toe een rare, sentimentele man. Ja, maar masseren, dat kun je niet, hè? Oh? Nee, je wrijft de vaten niet open. Je knijpt ze af. Misschien kan jij het me voordoen. Kijk, doe je zo. 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 Verrekkerder. Ja, zou ik jou eens... ik hetzelfde doen. Zou ik jou eens 1 tip geven? Ernst? Kijk, de goede dingen van het leven, die moet je door iemand voor je laten doen. He, ik vind druiven zelf ook veel lekkerder als iemand de pitjes eruit gepurkt heeft. Ik heb het nooit zo getroffen met vrouwen. Oh. Als ik dan al een vrouw ontmoet die ik interessant vind, dan is dat in een situatie waar je net nooit iets worden kan. Zoals? Zoals de lerares Frans op de Meijer School. Mm-hmm. Mijn penvriendin uit Australië. Mm-hmm. Prinses Irene, haalbare kaart. De vrouw van mijn beste vriend. Daar heb je dus vanaf kunnen blijven. Zoveel scrupules had je wel. Hij zakt in de Nederlandse judoploeg. En zo ging ik mijn hele leven door. Eerlijk gezegd vond ik de officier van justitie die me aangeklaagd heeft eigenlijk ook heel aantrekkelijk. Dus de 4 vrouwen die je net noemde, die heb jij niet kunnen krijgen, maar de rest ging moeiteloos plat. Die 4 vrouwen waren belangrijker dan alle anderen. Maar weet je, Sophie, als ik jou aankijk, dan vergeet ik ze alle 4. Ja, dat zeg je nu. Ja, het leven is nu. En laten we het leven nemen zoals het komt. Nou, maar ik zal maar heel goed oppassen met waar je aan begint. Want misschien bijt ik wel in je lip. Zo neem ik. Zonder bril kan je toch niks zien. Oh, sorry hoor. Wat doe jij hier? Ik kom de gasmaaier halen. Maar het is donderdag vandaag. Ja, maar hij is niet voor hier. Hij is voor thuis. Zo weer weg. Nee, wacht man. We gaan met je mee. We kunnen de deur toch op het kiertje zetten. En nog een uurtje blijven. Zal ik jou eens 1 tip geven, Rochelle? Je moet het leven nemen zoals het komt. Thank you.
U had mij geroepen, mevrouw. Ja, Michels. Wat is het mooi weer, hè? Het weer. Wat is er mee? Het is mooi. Wat is er mee? Hoe bedoel je? Moet ik een schoonmaakbedrijf bellen om alle ramen te lappen? Moet ik een openluchtconcert organiseren? Moet ik iets planten? Nee, je hoeft helemaal niets te doen. Je hoeft er alleen maar van te genieten. Oh, en wilt u dat ik dat in mijn eentje doe? Of moet ik alle gevangenen verzamelen op de binnenplaats? Nee, Michels. Ik wil dat jij vrolijk bent, net als ik. Ik ben vrolijk. Oh, u bent vrolijk? Ja. Mag ik misschien vragen waarom? Wacht even, dat weet ik nu niet meer. Dan heb ik het nog. Oh ja, ik weet het. Mijn tante is dood. Ja, daar zou ik ook heel vrolijk van worden, mevrouw. Fantastisch, Michels. Ik weet het, mevrouw. U kent mijn tante niet. Maar ik heb haar de hele inboedel. Terwijl ik dat mens in geen jaren heb gezien. En het is een hele vrachtwagen vol. En ik heb alles even laten opslaan in de loods. En ik ga er even naar kijken. Met Ernst Rochelle. Ja, met Rochel. Rochelle! Ja, er zit een heleboel antiek tussen en daar heeft hij verstand van. Mevrouw, u kunt toch niet met de gevangenen naar de loods? Ach, waarom niet? Het is toch binnen de hekken? Ja, dat zeggen alle leeuwentemmers ook en die worden regelmatig opgevreten. En dat kan me niet schelen, Michels, want ik heb er zin in. Ja, omdat het met die Rochel is. Rochelle! En zal ik jou dan eens één tip geven? Ja. Als je als medewerker van een penitentiaire inrichting de gelegenheid hebt om een gevangene aan te spreken op dat waar die goed in is, dan moet je dat doen, want dat brengt je een stapje bij elkaar. Dan mag u wel oppassen, mevrouw. Hij loopt zo over u heen. Daar zou ik dus een dodelijk antwoord op kunnen geven. Ja? Maar dat doe ik niet. Ik blijf vrolijk. Dan wens ik u veel plezier met het inventariseren van de buit. Het is een erfenis. Ik ben toch geen piraat met een lapje voor mijn oog? Wat ik ga doen, is namelijk een onderdeel van een rouwproces. En ook heel essentieel. Ernst, die gaat kijken wat het allemaal waard is. En dan weet ik voortaan hoe bedroefd ik moet zijn als ik denk aan mijn lieve oude tantetje. Nou, mevrouw, ik hoop in ieder geval dat er geen oud plaatje van Toon Hermans tussen zit. Hoezo? Als u nog vrolijker wordt... Word ik gek? Wat zit die man fout? Hey, Ernst. Wat ga jij doen? Ik ga op jacht. Er loopt hier op dit eiland een prachtige hinde rond en die ga ik schieten. Nou, ben je niet bang dat je die wegjaagt met die aftershave? Dit is voor de directrice. Ga je mee op jacht? Wij verzamelen een opslagloods, zijn we de hele middag alleen... En dan kan er van alles gebeuren. Ja, natuurlijk. Maar één ding, mondje dicht. Dit is ruimte tussen jou en mij. Ja, oké. Als je me wel voorzichtig doet. Wat bedoel je? Nou, officieel is het jachtseizoen nog niet geholpen. Je kunt gaan. Wij redden het wel. Kom ons over een uurtje maar halen, als je dan tenminste nog wakker bent. Jij slaapt toch altijd overal? Dat is niet waar. Holst, jij valt al in slaap als je naar de arbeidsvitamine luistert. Nou, wat doe je nou? Ga weg! Michels heeft gezegd dat ik u niet alleen mag laten. Ach, beste man, ik ben helemaal niet alleen. De heer Rochelle is bij me. Maar dat is toch een gevangene? Zal ik jou eens één tip geven, Holst? Jij bent dus opgegroeid in de jaren 60. Nou, laat dat dan zien. En dan bedoel ik niet dat je met lang haar op sandalen door de bloemetjes moet gaan rennen. Huh? Maar dat je wat meer vertrouwen moet hebben in de medemens. Dat lukt me niet meer sinds ik hier werk. Waarom niet? Er is hier geen hash. Ja. Nou... Ernst, dit is het. Wat is het waard? Wacht even. We hebben het nog niet gehad over mijn honorarium. Honorarium? Ja, ik kan toch mijn expertise niet zomaar gratis ter beschikking stellen. Dat doen ze zelfs bij het televisieprogramma niet. Hoe heet het? Tussen kunst en kitsch. Als je die belt, dan krijg je een van de chagrijnige Avro-secretaressen... die niet het verschil weet tussen Picasso en een Anton Pieck. Maar je doet het toch voor mij? Dat vind ik bijvoorbeeld een heel mooi honorarium. Wat? Ja,
Nou ja, kijk nou eerst wat het waard is en daarna zien we wel wat er overblijft. Een paar pindabakjes of zo. Doe je er ook wat te knabbelen bij? Waar woonde die tante eigenlijk? In het sloppenwijken van Mexico City. Hoezo? Ik heb nog nooit zo'n verzameling oude troep bij elkaar. Dit is een heel leuk stoeltje. Ja, maar op dit moment is er niet zo'n vraag naar tweedehands Oosterwijk. Kijk, deze kast. Oh, dat is echt Frans. Ja, uit een of andere periode. Louis XV, maar wel 200 jaar later gemaakt. Ja, maar er is hier toch wel iets van waarde. Hier, zout en peperstel, een taartschep, een vleesvork. Wacht. Wat? Dat fotolijstje. Oh, wat is dat waard? Wat is het waard? Het lijstje niks. Maar die foto van die tante van jou heeft vast en zeker een zeer grote emotionele waarde. Ach, wel nee! Dat zegt mij helemaal niks! Maar trouwens, ik wil die gierige oude taart hier niet meer. Ach, een 78 toerenplaat van Caruso. Zeker ook geen vraag meer naar hem. Zo niet. Wat is dat? Wat? Die tafel? Oh, dat is de oude tafel.